Goedemorgen. Vandaag een antwoord op de vraag van Ellen. Ellen komt heel, heel makkelijk aan in gewicht en valt heel moeizaam af. En Ellen heeft daardoor moeten concluderen dat haar lichaam heel weinig calorieleverende voedingsstoffen verbrandt. Nu heeft Ellen al geprobeerd om haar calorieinname te verminderen, om te kijken of dat een effect oplevert. Nee. En ze heeft ook al geprobeerd om haar calorieinname te verhogen, om te kijken of dat een effect heeft. Want ze heeft ook wel eens gehoord dat je ook nog te weinig calorieën binnen kan krijgen. En dat dat ook een nadelig effect kan hebben. Maar zowel een vermindering van haar calorieinname als ook een toename van haar calorieinname hebben nog geen verandering kunnen brengen in het feit dat ze heel makkelijk aankomt en heel moeizaam afvalt. En dat dus de verbranding van calorieën, de verbranding van calorieleverende voedingsstoffen in haar lijf heel, heel laag is. Dus is de vraag van Ellen wat ze nog meer zou kunnen doen behalve haar calorieinname verminderen of verhogen, want dat heeft niet gewerkt, om de verbranding van calorieën, de verbranding van calorieleverende voedingsstoffen in haar lijf toe te laten nemen, waardoor ze niet zo makkelijk aankomt en wat makkelijker afvalt. Dat is de vraag van Ellen. Nou, Ellen, laten we het eens gaan hebben over de verbranding van calorieën. De verbranding van calorieleverende voedingsstofmoleculen. Calorieleverende voedingsstofmoleculen, dat betreffen koolhydraatmoleculen, eiwitmoleculen en vetmoleculen. Dat zijn allemaal grote voedingsstofmoleculen, verbindingen. En dat zijn voedingsstofmoleculen waar energie uitgeput kan worden gedurende de verbranding van deze calorieleverende voedingsstofmoleculen in de mitochondriën. Dat worden ook wel energiefabriekjes genoemd van je cellen. En omdat daar in die mitochondriën verbranding plaatsvindt, worden dat ook wel eens kacheltjes genoemd. Daar vindt verbranding plaats. En die mitochondriën van je cellen, dat is een apart onderdeel in je cellen. Al je cellen zijn in het bezit van celorganellen. Dat zijn dus aparte onderdelen van en in je cellen. En de mitochondriën, dus die energiefabriekjes, die kacheltjes, betreft daar een organel van. En alle cellen in je lijf en ook alle mitochondriën, kacheltjes, energiefabriekjes, daar waar de verbranding van calorieën, calorieleverende voedingsstofmoleculen plaats moet vinden, zijn in het bezit van een lipidenmembraan. Een membraan dat is opgebouwd uit fosfolipiden, membraanvetten. Op het moment dat de verbranding van calorieën in jouw lijf erg laag is en je daardoor heel makkelijk aankomt en heel moeizaam afvalt, wat betekent dat dan? Dat de verbranding van calorieleverende voedingsstofmoleculen in die kacheltjes, die mitochondriën van je cellen, niet goed verloopt. En dan betekent het dus ook dat de verbranding van calorieën in jouw lijf enkel toe zal nemen wanneer de verbranding van calorieleverende voedingsstoffen in die mitochondriën, die kacheltjes van je cellen, verbetert. Zorgt een toename van je calorieinname of een afname van je calorieinname daarvoor? Nee, want een toename van je inname van calorieleverende voedingsstoffen of een afname van de inname van calorieleverende voedingsstoffen betekent enkel dat je meer of minder calorieleverende voedingsstoffen in je spijsverteringskanaal laat belanden ten opzichte van eerder. Maar dat zegt nog helemaal
helemaal niks over de verbranding van calorieleverende voedingsstoffen in de mitochondriën kacheltjes van je cellen. Dus een apart onderdeel in en van je cellen die omhuld is met een lipidemembraan. Ja, zolang jij meer of minder calorieleverende voedingsstoffen in je spijsverteringskanaal hebt belanden, ja, zegt dat toch niks over een betere of minder goed verlopende verbranding van die stoffen in de mitochondriën van je cellen. Dus daar moeten we het over gaan hebben. De mitochondriën, kacheltjes van je cellen, betreft dus een celorganel die omhuld is met een lipidemembraan. Een membraan die bestaat uit fosfolipiden. Grote wateroplosbare voedingsstofmoleculen, ja, en daar vallen calorieleverende voedingsstofmoleculen onder, die kunnen enkel doorheen zo'n membraan, zo'n lipidemembraan, wat is opgebouwd uit fosfolipiden, getransporteerd worden met behulp van membraaneiwitten die dat transport verzorgen. Dus op het moment dat de mitochondriën van je cellen, dus die kacheltjes in je cellen, daar waar de verbranding van calorieleverende voedingsstoffen plaats moet vinden, amper tot geen membraaneiwitten bezitten tussen die fosfolipiden van de membranen van die mitochondriën, ja, dan kan het transport van wateroplosbare voedingsstofmoleculen, en daar vallen calorieleverende voedingsstofmoleculen onder, doorheen dat lipidemembraan, kan niet verzorgd worden, kan niet plaatsvinden. Ja, kunnen calorieleverende voedingsstoffen niet verbrand worden in de mitochondriën van je cellen, zou de verbranding in je lijf erg laag zijn. Dus enkel en alleen wanneer het aantal membraaneiwitten, die dus het transport van calorieleverende voedingsstoffen door het membraan van de mitochondriën van je cellen verzorgen, toeneemt, dus het aantal membraaneiwitten tussen de fosfolipiden in de membranen van de mitochondriën van je cellen toeneemt, enkel dan kan de opname van calorieleverende voedingsstoffen en de verbranding daarvan in de mitochondriën van je cellen verbeteren. En zal je lichaam meer calorieën gaan verbranden, maar niet eerder dan dat. Dus dat vereist eerst een toename van het aantal membraaneiwitten tussen de fosfolipiden in de membranen van de mitochondriën van je cellen. Nou, dat is iets wat je cellen eerst moeten doen. Eerst moeten verzorgen. Je cellen zijn in staat om nieuwe membraaneiwitten te vormen. Vervolgens ook vesikels, transport- en secretieblaasjes te vormen om daar die membraaneiwitten in te kunnen verpakken. Met behulp van die vesikels, transport- en secretieblaasjes deze nieuw gevormde membraaneiwitten uit te scheiden richting hun membranen, dus ook de membranen van de mitochondriën van je cellen. Vervolgens kan dat vesikel, wat een lipidemembraan bezit, die bestaat uit dezelfde moleculen als het membraan van de mitochondriën van je cellen, versmelten met het membraan van de mitochondriën van je cellen, waarna de inhoud van het vesikel, het nieuw gevormde membraaneiwit, tussen de fosfolipiden in de membranen van de mitochondriën van je cellen belandt. En dan pas bezitten de mitochondriën van je cellen meer membraaneiwitten tussen de fosfolipiden in hun membranen. En kan er meer energie geproduceerd worden. Kunnen er meer calorieën verbrand worden al daar. Dat vereist dus eerst de vorming van nieuwe membraaneiwitten. De vorming van vesikels. Het verpakken van die membraaneiwitten in die vesikels. Het uitscheiden ervan richting de membranen van de mitochondriën van de cellen. Het versmelten daarvan. En hupsakee. Dan pas kan de opname van calorieleverende voedingsstoffen in de mitochondriën van je cellen en het verbranden ervan toenemen. Alleen, de vorming van nieuwe membraaneiwitten, de vorming van die vesikels en het uitscheiden daarvan, dat betreft een zogenaamd anabool stofwisselingsproces. Een anabole stofwisselingsprocessen, opbouwende en herstellende stofwisselingsprocessen,
kunnen je cellen enkel uitvoeren wanneer je cellen in het bezit zijn van voldoende vocht en bouwstoffen. Logisch ook, hè? Iets nieuws vormen, opbouwen, daar heb je bouwstoffen voor nodig. Alleen, jouw cellen kunnen niet beschikken over vocht en voldoende bouwstoffen wanneer jouw voeding onvoldoende essentiële voedingsstoffen, dat betreft namelijk ook bouwstoffen, levert. Dus, elk moment van de dag en elke dag in je leven dat jouw voeding onvoldoende vocht en onvoldoende essentiële voedingsstoffen, bouwstoffen, aanlevert, dan kunnen je cellen niet goed anabole opbouwende en herstellende stofwisselingsprocessen uitvoeren. Kunnen je cellen dus ook niet goed nieuwe membraaneiwitten vormen, vesicles vormen en die membraaneiwitten uitscheiden met behulp van die vesicles richting de membranen van de mitochondriën, kan het aantal membraaneiwitten tussen de fosfolipiden in de membranen van de mitochondriën van je cellen niet toenemen, kan de verbranding van calorieën in je cellen, in de mitochondriën van je cellen niet toenemen, kan de verbranding in je lijf niet toenemen. Dat kan dus pas op het moment dat jij elke dag opnieuw en heel de dag door je lichaam optimaal voorziet in vocht en alle essentiële voedingsstoffen, want dan zijn je cellen goed in staat om anabole stofwisselingsprocessen uit te voeren. Zijn je cellen ook goed in staat om nieuwe membraaneiwitten, nieuwe vesicles te vormen, deze uit te scheiden richting de membranen van hun cellen, waaronder de membranen van de mitochondriën van je cellen, dan pas bezitten de mitochondriën van je cellen voldoende membraaneiwitten waarmee de opname van calorieleverende voedingsstoffen in de mitochondriën verzorgd kan worden. En dan pas kan de verbranding van calorieleverende voedingsstoffen in de mitochondriën van je cellen toenemen. Kan jouw lijf meer calorieën gaan verbranden. Dus, als antwoord op je vraag, wat je nog meer zou kunnen doen behalve een lagere calorieinname of een hogere calorieinname om de verbranding in je lijf, de verbranding van calorieleverende voedingsstoffen in de mitochondriën van je cellen te verhogen, zodat jij niet zo snel aankomt en makkelijker afvalt, dat is het werken aan het oplossen van tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen in je lijf. Elke dag opnieuw en heel de dag door. Want enkel dan kan de verbranding van calorieleverende voedingsstoffen in de mitochondriën van je cellen verbeteren, toenemen. Dat als antwoord op je vraag.